Na een keuring te gronden blijkt dat de staat van de gemiddelde Vlaamse straat te wensen overlaat. Een van die lijdenswegen kent Robert Moens uit Dilbeek wel van heel dichtbij. Want dankzij een ongelukkig gelegen gevaarlijke bocht gaat er sinds 5 jaar geen dag meer voorbij zonder een auto die zich in zijn tuin parkeert. En vandaag komt hij dan ook kordaat op straat om Rijdend Vlaanderen veilig in den draai te houden. Wij wonen hier al 49 jaar in Bodegem. En de laatste 5 jaar zijn meer en meer ongevallen. De oorzaak van die ongevallen is dat ze slibberen in de draai, omdat de oppervlakte van de baan glettig is. Er zijn al meer dan 40 ongevallen gebeurd in die draai. En dan komen ze terecht ofwel in de afsluiting van mijn hof, ofwel in de afsluiting van mijn huis. De eerste dat we hier gehad hebben, is achterwärts erin gegaan. Dat was een Peugeot, een 806. Hier ziet u de sporen van het ongeval, die in de Aag is gereden. En daar is een paar shock nog in de Aag vastgebonden. Als dat na 2 jaar frequenter en frequenter voorvalt, dan is er iets aan die draai dat niet normaal is. Dat is verleden dinsdag gebeurd. VW, Opel, Audi's, Forten. Ik heb van alle merken gezien. Het is een gevaarlijke draai, omdat het een lange rechte baan is. En dan komt die een draai zonder de mensen te verwittigen dat er een draai bestaat. Het is hier een mooie rechte lijn. We komen dan hier rechtstreeks in de draai. Dus wat gebeurt er? Dat de mensen rijden tot hier. Ze zien dat het langer is, beginnen te remmen, omdat ze dikwijls snel gaan. En dan slibberen ze hieruit en dan rijden ze zo binnen bij ons. En hier stopt hun rit op het einde van de draai. Iedere keer is er een ongeval en iedere keer moet ik die hier planten. En dus nu heb ik gedacht van iets anders te plaatsen. Iets dat gemakkelijker is te onderhouden. Wat dan? Charme. Ik heb ene geplaatst over een goed 3 jaar voor dat eens te proberen. En nu gaan we dat gaat goed, dat wordt sterk, dat wordt goed dik en dat kan tegen de auto-ongevallen. Hè. Deze is een beetje slap hè, daarvoor. Elke keer dat hier een auto passeert, is mijn vrouw en mijzelf gestresseerd. Maar de draai is een stuk van ons leven. Het is daarom dat we hier komen wonen zijn. Het is hier volledig open. We zien de lucht. We hebben een hof. We hebben alles. Dus de draai moet veilig worden. Dat is al dat we willen.